Goedemorgen. Bij mij gaat de wekker op werkdagen omstreeks 6:15. Als ik opsta, dan aai ik meestal eerst even de katten. Hé, jongens. Hé. En daarna ga ik me gauw aankleden. Mijn kleren liggen altijd al klaar beneden. Zodat ik 's ochtends niet te veel hoef na te denken. Douchen doe ik altijd 's avonds, omdat het me 's ochtends te vroeg en vooral ook te koud is. In mijn beroep werken heel veel mannen en ik probeer me altijd te onderscheiden. En dat doe ik onder andere door me elke dag braaf op te maken. Ik woon alleen, maar ja, wel met 2 katten. Ja, en die zijn best wel belangrijk voor mij. Kian, waar ben je? Kian, kom maar. Ik heb mezelf erop betrapt de laatste tijd dat ik best wel veel tegen de katten praat. En daar schrok ik eigenlijk zelf wel van. Ik drink de hele dag al heel veel koffie, want het is in mijn beroep heel normaal. Als ik niet oplet, heb ik voor 12 al 12 koppen koffie op. Dus 's ochtends zet ik thee. En ik neem een eiwitmengsel, eet ik 's ochtends. Om vooral niet te zwaar te worden. Dan ga ik even naar het nieuws kijken. Ik neem altijd voor tussen de middag eten mee, fruit en soms brood. Maar als ik wat lui ben, dan neem ik gewoon crackers mee. Ik neem altijd mijn laptop mee en mijn handtas. Ik wist vanaf mijn 13e al wat ik wilde gaan worden. Ik weet heel precies hoe oud ik was, omdat op mijn 15e jaar mijn vader is overleden en ik dat prachtig vond. Ik ben begonnen op de HAVO, toen heb ik de MTS gedaan, de HTS en de universiteit nog in Eindhoven. In mijn auto liggen altijd veiligheidsschoenen, een helm en een doorwerkjas. In mijn beroep zijn heel weinig vrouwen, ik denk maximaal 10 in Nederland. Dat heeft denk ik vooral te maken met de lange dagen die je maakt. Ik ben Linda Veerbeek en ik ben bouwkundig projectleider. Hey, hallo! Dag Linda! Hoi! Wat leuk dat jullie er zijn, zeg! Welkom in Middelburg! Plezier. Draai eens om. Draai eens om. Angelo. Kom eens hier. Angelo, ik geloof in jou. Ik geloof in ons. Wil je met me trouwen? Absoluut. Dan wil ik natuurlijk heel graag weten, zijn jullie nog bij elkaar? Absoluut. Zij gelooft in mij, dat ze, hadden jullie al verteld, heeft een hele bijzondere betekenis voor jullie. Maar waarom is dat, Angelo? Wat heb je met dat nummer? Op een gegeven moment heb ik het gehoord op een bruiloft. Ja? Ja, ik ben dus heel goed naar de tekst gaan luisteren en het slaat gewoon op ons. Het loopt als een rode draad door onze relatie, zeg maar. En als jullie winnen vanavond, ga je het voor de zingen, neem ik aan. Ja, absoluut. We zijn in 2001 getrouwd en 3 jaar later is André Hazes overleden, 23 september. Dat was wel even schrikken. Ik hoorde het op de radio volgens mij, ik was op mijn werk. Toen had ik het even niet breed. En 27 september 2004 is hij in de arena, hebben ze afscheid van hem genomen. Daar zaten wij ook bij. Een dag later waren wij 4 jaar getrouwd. Livia en Angelo. Bekijk je dit nou een beetje als stijgerbouwer, Angelo? Niet te veel daarin loopt. Niet? Nee. Dat helpt weinig. Je ziet al die glazen, je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet kiezen. Je hebt zo'n bril op. Ja, Ligia heeft het glas aangeraakt. Ja, ik moet hem pakken. Ja, je moet hem pakken.
positief denken. Pakte het glas en maar ik moest hem pakken. Ze is ontzettend. Ja, en toen ging hij. Helaas. Ik vond het zo verschrikkelijk voor mijn publiek. Dat vond ik het allerergste. Nadat de opnames van Love Letters zijn geweest, zijn we een jaar later getrouwd. September, 28 september in 2001. Een fantastische bruiloft met alle vrienden en familie. We hebben daarna nog in 2009 is Sam geboren. Hebben we nog een dochtertje gekregen. Dat was echt een cadeautje. En ja, het gaat goed. Elkaar gewoon laten wie je bent. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn. Dat is zo belangrijk dat je gewoon jezelf kan zijn met elkaar. Hoe zie je? Ik ben er nog steeds geen ster in. Ook al loop je heel de dag in je huispak met een knot in je haar, zonder make-up, met de raarste sokken en sloffen aan. Dat je gewoon dan nog zegt, schatje, je bent zo lekker nog. Ik ben er echt geen ster in. Maar ik heb meer geluk in de liefde. Heb ik wel eens iets vreselijks meegemaakt in bed? Heb je even? Ik heb ooit een man gehad die hield alleen zijn sokken aan. Ja, dat lijkt witte, vreselijk. Witte sokken. Oh. Als vrouwen hun BH uitdoen en het blijkt allemaal opgevuld te zijn, en ze hebben gewoon een cupje aan in plaats van een dubbel D. Stinkt. Ik ben ook in het verleden ook hetero geweest en dat was bij mij ook echt het ding. Wat het eerste is wat door me heen gaat als het stinkt daar beneden. Ik denk van, nou, dan gaan we gewoon niet beffen. Nee, niet beffen. Als ik dan zo'n turkey neck tegenkwam. Wat is een turkey neck? Dat is zo'n kalkoenenhals die er dan zo tussen die lippen uitkomt. En dan zit daar zo'n belletje. Oh, oké. Okay. Ik ben echt geschaad voor het leven. Een vreselijke afwijking aan de penis. Het formaat zou niet moeten uitmaken, maar als hij echt heel vreemd eruit ziet. Dat hij net even een slagje apart met een kronkeltje. Ga je? Ja, echt waar. Ik vind een afknap ook als een man echt heel veel geluid gaat maken. Heel hard gillen in bed. Zo'n vrouw die denkt dat ze een enorme pornoster is en alles uit de kast trekt en raar en dan vervolgens is met van de haren allemaal, gaat ja, zwaaien en nagels zo erin. Ja, want in pornofilms gaat zo'n chick altijd helemaal los. Dat vind ik altijd een afknapper in pornofilms. Dan denk ik van ja, laat maar, want het wordt eerder een soort comedy. Ik hou niet van pornotaal in bed. Seks voor mij is met een warm hart. Dan hoef ik geen hoer genoemd te worden. Ik heb nog nooit iemand een hoer genoemd in bed. Slet. En omgekeerd ook niet. Ga ik ook een man niet. Ik zou niet weten hoe ik hem zou moeten noemen. Pornotaal. Als mijn vriendin ineens daddy gaat roepen, nou dan kan je me opraven. Ja, daddy, dat vind ik heel vies. Om zo een man te noemen, krijg helemaal jeuk van. Zo erg vind ik het. Ik ben meer een persoon, als het echt niet werkt, als ik echt helemaal afgeknapt ben, dat ik gewoon tabé zeg. Ja, dan ben ik eigenlijk al heel snel klaar mee. Als het echt een sick afknapper is, als het stinkt, een pornotaal en... Alles bij elkaar. Ja, ik zou doorgaan, denk ik. Ligt recht aan wie? Ik heb wel eens gewoon gezegd, oké, ik ben moe, ga slapen. Ja, oké. Ik heb mij zelfs een keer een orgasme gefaked, gewoon. Ja, dat heb ik ook nog wel eens gedaan. Omdat ik gewoon klaar mee was. Toen zei ik, ja, ga slapen. Baby. Dit is echt. Eerst even. Even kijken, want hier zitten zoveel. Perslucht. Moet even kijken of die op een goede stand staat. Dus vergeef me even het geknutsel. En dan kun je de bak hiermee. Even kijken of die hoog. Gaat die nog hoger? Ik verzamel allerlei dingen. Ik ben gek op allerlei dingen. Ik verzamel kleine kunst. Maar op een gegeven moment ben ik ook Lego gaan verzamelen. En ik weet niet meer waarom. Ik zag op internet de Eiffeltoren bestaande uit 7000 stukjes Lego. En mijn zoon was toen nog heel jong, dus die vond Lego ook leuk. En die heb ik toen via internet gekocht van iemand en in elkaar gezet. Dan ga je nog eens verder kijken op internet. En toen kwam ik de Tower Bridge tegen.
Ja, ook gekocht en ook in elkaar gezet. Maar helemaal, mijn zoon deed er helemaal niks meer mee. Die vond dat, ja, die vond zich daar toen al te oud voor. Die was toen 13 of zo, of 14. Ja, dan ga je verder zoeken en dan kom je Lego Techniek tegen. En Lego Techniek is, dat is dit, dat is waanzinnig zoals dit in elkaar zit. Ik kan er even eentje pakken. Dat zijn ongelooflijk veel elementjes. En dat kan ook echt rijden en uitschuiven. En de tandwieltjes zitten daarin. Het is onvoorstelbaar. Maar als het klaar is, is het klaar. Dat is, het bouwen is het leukst. Het staat er in de kast dan. Die heb ik speciaal hiervoor laten bouwen. En als het klaar is, ik ga er niet mee spelen of zo. Dat niet. Waanzinnig, een kampeerbusje. Kijk, dat is toch... En dat kan omhoog, zoals het echt, die echte oude Volkswagen met een motor erin. En dan opeens kom je op internet, kwam ik ook weer tegen, onlangs. Een karretje wat erbij kan. Maar ja, er valt wel zo uit en het zet je weer in elkaar hoor, dat is allemaal geen probleem. Kan ook open hoor, klep, kijk. Kun je spulletjes zien. Maar ja. Even kijken waar hier de aanzetmotor zit. Ja. Moet ik even kijken of het deze is. Oh ja. Zal ik hem naar je toe laten rijden? Dit is nano-Lego. Eigenlijk mini-Lego. Het komt uit Japan. Je moet het ook allemaal via Japan kopen. En om even aan te geven hoe groot dat is. Kijk, dit is Lego. En dit is nano-Lego. Als ik het erop zet, kun je het verschil zien. Een beroemd slot in Duitsland. Daar zit zelfs licht in. Dat is te lelijk voor woorden. Ik kan kijken of ik het even aan kan zetten. En het verandert ook van kleur. Over smakeloosheid gesproken. En waar kwam ik toen weer tegen op internet? Hetzelfde gebouw. Nu nog klein. Hier word je heel rustig van. Het is wel heel klein. En dan kan je ook zeggen, als er één op de grond valt. De buren aan de overkant moeten wel eens raar opkijken. Want die zien mij wel aan tafel prutsen, maar die zien niet wat ik doe. Maar dan valt er zo'n dingetje op de grond. En dan zien de buren mij over de grond. Misschien als ze dit zien, dat ze erachter komen dat ik dit aan het doen ben. En anders zullen ze zich hun hele leven afvragen. Of tegen hun vrienden zeggen, die spijkerman die is in de war. Als die pauze zit te kijken, gaat hij twee keer tijdens een uur op de grond even liggen. Dit is de reden. Jullie weten het nou.